bom aan het uitgaan in Gent en de Hollanders komen MILFs zoeken in Gent. Strategisch radicalisme. Je parle français. Ja, ik niet. Ik ben een rode arts. Ik heb nog nooit met Nederlandse Kamerleden getafelvoetbald. Left. Lezen. We zijn hier vandaag bij het politieke festival van de Belgische PvdA, de linkse oppositiepartij in dit land. En wij vragen de Belg, hoe kijkt u naar de politieke situatie in Nederland? Wat vinden Belgen van Nederlanders? Wel, elke zaterdag komen die naar Gent om daar te feesten. En die zoeken MILFs. Is dat zo? Ja, ik was met mijn mama aan het uitgaan in Gent en de Hollanders komen MILFs zoeken in Gent. Maar waarom in Gent? Ik weet niet, het zijn daar goede MILFs. I don't know. Wat kunnen Nederlandse mensen van de PvdA leren? Heel veel. Strategisch radicalisme. Mm-hmm. Want ik heb het gevoel dat in Nederland dat er heel veel mensen inderdaad heel kwaad zijn om heel veel dingen. En dan gewoon blind alles, van alles doen. Je moet radicaal zijn, maar je moet ook een visie hebben. Je moet ook een visie hebben van hoe je het wilt doen, een strategie van verandering. En daar, op basis daarvan, tactisch zijn en weten hoe je tot dat doel moet komen. En waar heb je de dingen aan? Ik weet niet, het moest van Amina dat doen. Oké. Dus het op één na jongste Vlaamse parlementslid dacht, dit is een goed idee. Ja. Wow, is dat het op één na jongste Vlaamse parlementslid? Wow, ja. Hoe kijk jij naar de politieke situatie in Nederland? Ik ben soms dan een beetje hoopvol, omdat ik dan weet, in België is het toch niet zo erg als in Nederland. Meneer. U kunt geen Nederlands. Ik spreek niet Nederlands, sorry. Mijn Nederlands is zo goed. Ja, dat is een België moment. België moment die ik doe. Ik speel goed de festival, ja. Het is toch wel moeilijk, dat hele taalding? Nederlandse taal, ja. Alles goed? Ja, zeker. Met jou? Prima. Heb je ervan genoten? Ik heb mijn eerste Vlaamse frietjes in mijn buik zitten, dus het gaat Vlaamse goed. Vlaamse frietjes in je buik. En wat heb je gezien vandaag al? De openingsceremonie. Ah ja. Heb je de speech van Raoul gezien? Ja. En het blijft boorregenen op het Palestijnse bevolking. Het houdt niet op. De apartheidstaat Israël zet zijn misdadige politiek gewoon verder. Dit is een genocide. Deze renbaan, want het is een renbaan, is aangelegd in opdracht van koning Leopold II. En vraagt u wie is koning Leopold II, dan zeg ik, vraag dat aan de mensen in Congo. Working class people are fed up and they're not satisfied with the scraps that the corporate class throws to us. Waarom bent u ooit lid geworden van de PvdA? Oh, in de tijd met de mijnstakingen in Limburg. Ik werkte in de koolmijn. En ze gingen die zaken allemaal dicht doen. Hè. In Nederland ook gebeurd. Hè. Nederlandse staatsmijnen en zo. Heerlijk, ja. Ja. En bij ons waren ze die ook aan dicht doen. En dan, ja, daar kwamen dus stakingen van en betogingen en zo van alles. En die mensen die hielpen ons. En wij hadden dan bijvoorbeeld, laten we zeggen, 2 maanden geen werk, geen inkomsten. Allee, dan kreeg je zo'n stakingsvergoeding en dat was dan iets van, ja, laten we zeggen... Niet genoeg om een gezin te onderhouden. Nee, niet, helemaal niet. En die maakte voedselpakketten en zo voor de mensen. Er zijn 4000 mensen, er zijn 4000 families voor wie het gaat niet zo goed op die moment. Waarom gaat het niet zo goed? Omdat ze zijn bang hun job te verliezen. Door wat? Door een beslissing van een bedrijf die zegt... Op het einde, we hebben veel poen, we hebben veel winst gemaakt in België, maar nu gaan we meer winst maken in een ander land, Mexico. Op slechts enkele minuten verwijderd van het festivalterrein, een renbaan, ooit aangelegd door koning Leopold II, staat dit monument. The precise figures are not known, but estimates suggest that between 1880 and 1920, at least 10 million people, or 50% of the entire population, died. Leopold II never set foot in the Congo, but aside from murdering half of its population, he also imported 267 men, women, and children to set up a human zoo on the grounds of his country estate in Belgium. There, they were displayed behind a fence and assigned to zoo visitors, which read, "Don't feed the animals." Wat doet de PvdA zo goed?
Wat moet ik zeggen? Ze komen op voor de gewone mens en voor elk ras en elke, ze zijn voor diversiteit. Zonder onderscheid. En zo, zonder onderscheid, ja. Zelfs de Congolees wordt mooi afgebeeld op dit monument. Nou, waar stond koning Leopold? Nou, onbekend, het afhakken van kinderhandjes. Want is dit een volledig normaal land? Het Westen is volledig normaal. Het Westen is vreedzaam. Het Westen wil democratie. Het Westen heeft met haar verleden afgerekend. Het Westen heeft al haar rijkdom met haar eigen handen opgebouwd. Hoe kijk jij nou naar de politieke situatie in Nederland? In Nederland? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar een beetje, dat ik daar wel de hoop in verlies of zo. Toch? Ik vind het een beetje triestig. Er is zo geen echte partij waar je denkt van daarom zou ik voor me willen engageren. En extreem rechts is er heel sterk en groot. En de liberalen en zo zijn ook gewoon nog steeds enorm sterk. Dus het ziet er gewoon heel kut uit eigenlijk. Ben jij een rode arts? Ik ben een rode arts. Wat is dat? Dus wij proberen eigenlijk met geneeskunde voor het volk eigenlijk gratis geneeskunde aan te bieden aan mensen om eigenlijk al te tonen dat de dingen die wij willen, zoals we zeggen altijd we willen betaalbare woningen, we willen gratis gezondheidszorg, dat niet allemaal alleen maar praatjes zijn, maar dat we die dingen ook nu al in de praktijk kunnen brengen. Dus dat is een enorme sterkte eigenlijk van onze partij. Geneeskunde voor het volk is een initiatief van de PvdA. Dus na de studentenrevoltes van mei 68, waar dat studenten opkwamen voor een meer democratisch onderwijssysteem, waren er een aantal jonge artsen die afgestudeerd waren en die wouden eigenlijk vanuit diezelfde filosofie in de gezondheidszorg dat democratisch aspect uitbouwen. Tegen de elitegeneeskunde, tegen de centengeneeskunde. Dat was echt schoppen tegen de schenen van het establishment. Het leuke aan de PvdA vind ik dat we heel veel massa-organisaties hebben en heel goede inplatting in heel veel wijken en fabrieken en echt van onderuit een partij we proberen opbouwen zonder te grote theorieën te verkondigen in de wijk of zo en echt gewoon de mensen te leren in de praktijk. Maar wel werkende mensen organiseren. Ja, ja, doen linkse mensen dat? Ja, echt gewoon in de fabrieken de mensen ook aanspreken over hun problemen, waar ze van wakker liggen. Patiënten beginnen eigenlijk best wel vanzelf te praten, want het is heel veel werkstress wat voor heel veel problemen zorgt bij mensen die bij mij komen. Heel veel. Dan heb ik het niet alleen over burn-outs, maar ook gewoon mensen die zich leeg voelen door elke dag. Elke dag 8 uur geconcentreerd te gaan werken en dat elke keer opnieuw. Mensen voelen uitbuiting. Ja. Ik moet dat niet per se theoretisch uitleggen aan mensen. Mensen voelen elke dag uitbuiting en die brengen dat ook bij mij in de consultatie. En dan ga ik soms gesprekken aan met die mensen over van waar denk je dat dat vandaan komt en hoe denk je dat we dat kunnen oplossen. En vaak moedig ik mensen aan bij de vakbond te gaan, omdat dat de eerste stap is vaak om werkgerelateerde problemen op te lossen. Hoeveel jonge mensen hebben jullie nou allemaal in het parlement? Ik heb nog nooit met Nederlandse Kamerleden getafelvoetbald. Dat wil ik wel gezegd hebben, dat is wel bijzonder. Maar het is natuurlijk wat je vraagt, wat is jong? Want Onno is al op een respectabele leeftijd, hè? Onno, die gaat met vroeg pensioen. Dus onze partijcongres heeft vastgelegd dat mensen in het PvdA jonger zijn onder de 30. Dus ik ben nog jong, op mijn respectabele leeftijd. Nog net. 20. In totaal hebben we er 7 die jonger zijn dan 30 en verkozen zijn in het parlement. Wel knap. Waaronder ook Madame Manon. Oké. Ik ben enkel Franstalig, dus ik spreek geen Nederlands. Ah, kijk daar! Hey, dat is de zoon van Peter Mertens. Ja, we zoeken Peter, maar... Volgens mij is Peter heel zat. Ja, dat vermoeden hadden wij dus ook. Maar ik weet geen idee waar hij is. Nee, maar we vroegen ons af wie er erger aan toe was, ik of Peter Mertens. Geen idee. Maar ja. Ik denk wel dat je hem kan vinden. Ik heb hem daar juist gezien in de tent van Luik. De tent van Luik? Ja, dat is hier naar links. Komt Peter ook uit Luik? Nee, maar... Dat was gewoon de leukste tent. Ja, denk het. Nou,
Peter Mertens is lekker aan het feesten. Het is inmiddels bijna 1 uur. Ons interview vindt morgen om 2 uur plaats. Ik ga naar bed. Ik hoop dat ik nog in staat ben om een beetje normale vragen te stellen. En ik hoop dat Peter een beetje normaal kan antwoorden. We gaan het zien. Ja, ja. En anders doen we net alsof. Dat helpt ook. Left. Ben je een kapitalistisch zwijn met voorliefde voor linkse journalistiek? Dan mag je €999 per maand doneren. Maar werkende helden kunnen ons al steunen vanaf €2. Samen maken we linkse en kritische journalistiek mogelijk in Nederland.